Mis. Mis. Nee. Rust anders even uit. Nee. Ik zal hem krijgen die schoft. Hij heeft mijn opa vermoord. Weer mis. Hoe langer de oorlog duurt, des te heviger wordt het verzet tegen de Duitsers. In de hitte van Noord-Afrika zijn het de Engelsen die de Duitsers tegenhouden en terugdrijven. Het is de eerste keer dat de Duitsers verliezen. En ook in Oost-Europa, in Rusland, verliest het Duitse leger. Honderdduizenden soldaten sterven. Niet alleen door de gevechten, maar ook door de barre kou. Ondertussen blijven Amerikaanse en Engelse vliegtuigen bombardementen uitvoeren op Duitse steden. Dat gaat dag en nacht door. Hele steden worden verwoest. En de slachtoffers zijn niet de soldaten, maar gewone burgers. Vrouwen en kinderen. Duitsland heeft bommen en tanks nodig. En daarom worden vanaf mei 1943 alle Nederlandse mannen tussen de 18 en de 35 opgeroepen om te werken in de Duitse fabrieken. Ze moeten, of ze willen of niet. En tijdens de hele oorlog gaan meer dan 500.000 Nederlandse jongens en mannen gedwongen naar Duitsland om er te gaan werken. Vaak in de oorlogsindustrie, waar ze kogels, bommen of tanks moeten maken. En dat werken, dat is echt geen pretje. Je bent ver weg van je familie. Het werk is vaak heel zwaar, het eten slecht en veel fabrieken worden door de Engelsen gebombardeerd. En daarom besluiten meer dan 250.000 Nederlandse mannen om onder te duiken. En de meeste van hen doen dat gewoon thuis. Soms verstoppen ze zichzelf in hele kleine ruimtes. Nee, niet hier in de kelder. Kijk, hier, achter dit kastje. Kijk dan. Het is echt heel klein hier. Anderen, zoals deze mannen, bouwen een hut diep in de bossen, waar ze zich kunnen verstoppen voor de Duitsers. Onderduiken is één, maar al die ondergedoken mannen moeten ook nog eten en drinken. En dat is allemaal niet zo makkelijk, want alles is op de bon. En als je bent ondergedoken, dan krijg je geen bonnen meer en dus ook geen eten. En dus zijn ze afhankelijk van andere mensen die hen willen helpen. Ja. Zo, het staat erop. Vanaf nu heet jij Johanna Brinkman. Je bent op 12 juni 1927 geboren in Amersfoort. Hallo Johanna. Johanna Brinkman. Denk je dat ook maar iemand dat gelooft? Dat is een kwestie van wennen. Over een paar dagen dan weet je niet anders meer. Els? De beuze ver? Zie je nou wel? Henk trapt er ook niet in. Ja, maar die wist dat jij hier was. Wie zou hier anders moeten zijn? Dit zijn voedselbonnen. Kan je eten mee kopen. Dit is een vergunning voor het hebben van een fiets. Heel handig. En dit is een persoonsbewijs. Allemaal officiële papieren die noodzakelijk zijn in de oorlog. Alleen, ze zijn hartstikke vals. Had je niet gedacht, hè? Het ziet er heel echt uit.
Nou, deze is dan ook wel echt. Deze is van de verzetsman Henk Brouwers. Maar dit is ook een van zijn persoonsbewijzen. En hierin heet hij, even zien, Laurentius Bloom. En hij heeft er nog een. Hier, Adrianus van Bijleveld heet hij hier. En hier, Frederik van Schoonhoven. Hij heeft niet alleen 4 persoonsbewijzen. Nee, hij heeft ook een bewijs dat hij bij de Duitse politie hoort. Hartstikke handig voor een overval. Dit soort officiële papieren worden door het verzet nagemaakt. Niet alleen voor andere verzetsmensen, maar ook voor onderduikers, zodat ze uit de handen van de Duitsers kunnen blijven. En dat doen ze op een hele knappe manier. Hier, ze maken bijvoorbeeld de persoonsbewijzen na door een nieuwe foto in te plakken. En zo, nieuwe vingerafdrukken te zetten. En door alle officiële stempels na te maken. Deze is gemaakt op een stukje hout. Zo, officiële stempel van de Duitsers. Mijn persoonsbewijs is hartstikke goedgekeurd. Dit is een groep mensen die in het diepste geheim honderdduizenden officiële documenten vervalst. Ze hebben zelfs een catalogus waar je nagemaakte stempels kunt bestellen. Maar er is nog een andere manier om aan persoonsbewijzen en bonnen te komen. Handen omhoog, dit is een overval. Tegen die deur aan, geen beweging. Waar zijn die bonnen, verdomme? Kan dat nou? Gisteren is alles in die kluis gelegd, daaronder. Staan blijven. Het is een slot van 6 cijfers. Ja, dat lukt nooit. Op de kast ligt een briefje. Hou die handen omhoog. Hier, neem deze. Moeten jullie ons niet neerslaan of vastbinden? Ja, straks denken ze nog dat jullie hebben geholpen. Ik heb geen kogels. Ja, verzinnen jullie zelf maar iets. Hier in Haarlem zit tijdens de oorlog een kantoor dat voedselbonnen verdeelt. Zulke kantoren worden vaak overvallen door speciale knokploegen van het verzet. Het is namelijk een enorme klus om voor alle onderduikers bonnen te vervalsen waar mensen dingen mee kunnen kopen. Stelen gaat dan een stuk sneller. Dat is heel gevaarlijk werk, waarop je je goed moet voorbereiden. En natuurlijk moet je wapens hebben, maar daar is moeilijk aan te komen.